Inleiding. De Partij van de Arbeid kiest voor een Europa dat werkt, werkt aan vertrouwen, aan vooruitgang, aan welvaart en welzijn, aan een Europa dat haar belofte weer waarmaakt. Lange tijd betekende de Europese Unie vooruitgang voor de landen die er deel van uitmaakten en perspectief op vooruitgang voor de landen die graag mee wilden doen. Jarenlang hebben we geprofiteerd van die EU, van de vrede en stabiliteit. Die de samenwerking ons bracht, van een groeiende economie, vooral omdat we steeds makkelijker met elkaar konden handelen. Samen maakten we de droom van nooit meer oorlog waar. Samen werden we de grootste economie ter wereld. Samen bereidden we ons voor op de toekomst. De laatste jaren stond Europa voor veel mensen echter gelijk aan crisis. Door de bankencrisis, die oversloeg op landen en op onze gemeenschappelijke munt. Kregen onze economieën het stevig voor de kiezen? Zekerheden stonden op het spel, de ergste doemscenario's kwamen soms angstig dichtbij. Op cruciale momenten was een scherpe ruk aan het stuur nodig. Om stabiliteit te herstellen, om vertrouwen terug te winnen. Inmiddels zijn we bezig om de oorzaken van die crisis te bestrijden en de weg naar boven terug te vinden. Voor een Europa dat werkt is het nodig om die inspanningen door te zetten. Maar daarmee zijn we er nog niet. Juist in de komende jaren moet er veel gebeuren om Europa weer op het juiste spoor te krijgen. Het moet anders en het moet beter. Allereerst moeten we ervoor zorgen dat we de crisis definitief achter ons laten. Door de banken weer gezond en dienstbaar te maken, door korte metten te maken met belastingontwijking. En door een einde te maken aan doorgeschoten marktdenken, door het vertrouwen te herstellen, niet alleen in onze gezamenlijke munt, maar vooral ook in elkaar, zodat landen weer de ruimte krijgen om te groeien en om de sociale problemen aan te pakken die als gevolg van de crisis zijn ontstaan. Daarbij staat werk voor ons centraal. We zetten alles op alles om de enorme werkloosheid in Europa bij jong en oud aan te pakken. Ondernemers moeten weer kunnen investeren en innoveren. Fondsen kunnen slimmer en met meer lef ingezet worden. Ook de ambities voor een duurzame economie worden stevig opgeschroefd. Alles gericht op het creëren van banen. En waar je in Europa ook werkt, het moet eerlijk en met bescherming van sociale rechten. We zullen het hoe dan ook samen moeten blijven doen, omdat er uitdagingen zijn die we niet meer alleen aan kunnen omdat kansen anders onbenut blijven, omdat we leven in een snel veranderende wereld waarin we onze stem willen laten horen. Maar vooral omdat de Europese Unie niet draait om Brussel, maar staat voor 28 landen en 500 miljoen mensen die, ondanks tegenslagen, een aantal kernwaarden met elkaar delen over grenzen heen. Europa, dat zijn wij zelf. Slagen we erin om de balans in het Europa van vandaag te herstellen, dan kunnen we het Europa van morgen waarmaken. Het wordt geen eenvoudige opgave, want de makkelijke verhalen zullen ons om de oren vliegen. Verhalen over een Europa waarin iedereen zich in het eigen huis terugtrekt, deuren en ramen opslot, en verhalen over hoe met een grote sprong voorwaarts alle problemen als vanzelf zouden verdwijnen. De verhalen van doemdenkers en die van dagdromers. Dit verkiezingsprogramma is niet gestoeld op mooie verhalen, ook niet op gemakkelijke verhalen, maar wel op het enige verhaal dat een reëel perspectief biedt: een perspectief op een Europa dat weer werkt.